Nee hoor, ik ben gewoon hier. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Terraria. Ik ben er weer, Zelda Play 20 en mijn stem is nog een beetje aan de kraken gekomen, maar dat boeit me niet even. Ik ga gewoon zo actief doen zoals ik altijd heb gedaan. Dus krijgen we voice cracks en dan gaan jullie hem lachen. Tenminste, dat denk ik weet niet, misschien. Er zijn even een paar dingen gebeurd die ik jullie zeker eventjes wil laten zien. Ik heb gisteravond even 2 uur offscreen / met opname aan, zodat ik kon laten zien als er iets zou gebeuren. Nou, er is gelukkig geen dead gebeurd of zoiets, maar het beeld gaat nu heel eventjes veranderen. Ik ben eventjes bezig farmen bij Pixies voor een megaphone. Zoals jullie kunnen zien, we hebben hem nou dus gehad. Daarnaast ben ik ook nog heel eventjes terug geweest naar de jungle met een blue candle, zodat ik turtles kon farmen. En zoals je dus zeg maar ziet, hebben wij dus nu 3 turtle shells te pakken gekregen. Werd een paar keer linkersoep, maar er zijn gelukkig geen deaths gekomen. Er zijn geen evenementen geweest, zoals een blood moon of een solar eclipse. Wat eigenlijk best wel teleurstellend is, dat we die nog steeds niet hebben gehad. Maar ja, dat hebben we dus nu op dit moment allemaal eigenlijk dus een beetje gedaan. Verder heb ik offscreen, of ja, onscreen met opname, heb ik ook een nieuwe farmingplaats gemaakt. Dat is om precies te zijn hier. Want ik wil echt de Ank Shield te pakken gaan krijgen. En daar hebben we nog maar 3 onderdelen voor nodig. En 2 daarvan kunnen we dus zeg maar van vijanden krijgen die dus in de normale dungeon vallen. Dus daarvoor heb ik dus zeg maar hier eventjes een square ruimte gemaakt. Ik wou hier eentje maken, maar dat was net iets te hoog. Dus daarom heb ik hem iets lager gemaakt. Dus vandaar. In deze aflevering gaan wij heel eventjes weer terug naar onze truffel dude. Onze Toad. Toad de truffel. Wat namelijk heel erg belangrijk is dat wij nog wat meer schroomheid gaan maken. En wat ik verder nog in deze aflevering wil doen, is ik denk dat wij hier gefarmen tot we heel eventjes langs Plantaire gaan. En misschien dat we langs de dungeon nog kunnen gaan. Ligt er aan hoeveel tijd dat we over hebben in deze aflevering. Vele mensen die waren nogal jaloers, of ja, vele mensen, sommige mensen die waren nogal jaloers op de gitaar die we te pakken hebben gekregen. Aangezien dat het dus blijkbaar een hele rare item is. Nou, ik heb een behoorlijke tijd in Terraria gestoken en ik heb hem nog nooit gevonden. En het doet inderdaad een enorme melee damage. Maar ik ben niet van plan om... Ik ben niet van plan om hem als melee wapen te gaan gebruiken. Aangezien dat het een irritant geluid heeft. Sorry, ik vind het persoonlijk een heel irritant geluid elke keer als ik hem swing. Dus dat gaan we maar niet doen. Dus ik neem jullie heel eventjes mee naar onze mushroom biome daar bovenin. En ja, het doel van die mushroom biome daar aan de onderkant. Dat komt nog iets later in de in de serie. Aangezien dat we er nog niet klaar voor zijn. We hebben al een van de ultimate armors. Dat wel. Maar er is nog 1 armor wat we zeker nog... ja, ik wil heel even het armor toch even aanpassen. Zoals jullie weten, ik wil eventjes de bullet helmet hebben. En ik heb heel eventjes gekeken en er is nog 1 ding waar we schroomheid kunnen maken. En dat is onze nieuwe set of wings. Ja, er is namelijk een upgrade die we kunnen krijgen met onze set of wings. En die wil ik dus... Juist. Die wil ik dus zeker ook eigenlijk hebben. En daarvoor hebben we ook nog eens een keer 18... Shroomites nodig. En 20 Souls of Light. Dus we moeten ook weer even een paar wivers verslaan. Maar ja, dat is piece of cake. Dus zeker met de equipment die we op dit moment hebben. Nou, ik heb denk ik nou wel genoeg voor 30 bars in totaal. Maar we hebben nog maar 30 bars Shroomite nodig. En voor de rest heb ik dus niks meer nodig. En ik vind het wel leuk om tussen pijlen en kogels te swappen. Dus de fouten die ik gemaakt heb, kunnen we dus eigenlijk best wel een beetje fixen. Oké, nou, we hebben er nog 4. Dus dan heb ik er nog 26 nodig. Ik kan er maar 10 maken. Damn, die ding die vreet snel je mushrooms op, zeg. Oké, nou. Dan pakken we hier ook nog wel eventjes wat mushrooms. Zo. Want ja, we zitten in 2015. Dus ik vind op zijn minst dat dit spel wel een hoverboard kan gebruiken. Want met de glowing mushrooms, of wel met de shroomite, daar maak je dus zeg maar een hoverboard van. En dat is een van de snelste, of ja, de beste flight items in het spel. De beste zijn van Dukefish, want dat is een baas. Die kan dus zeg maar ook een paar vleugels droppen. Maar we hebben wel een ultimate armor, maar ik denk niet dat ik daar nog klaar voor ben. Dus even kijken. Oké, we hebben er nou in totaal weer de 14, dus dan heb ik er nog 16 nodig. Ik kan er nog 9 maken. Nou, dat kan dan later nog wel komen. Dan kan ik ook nog wel groen wat schroemai dinges doen, eventueel mocht het nodig zijn. Goed, nou, je ziet dus hoeveel pixie dus dat we in onze inventory hebben. Dat is gigantisch veel. En ik heb niet genoeg, ik denk niet dat ik genoeg glorified bars heb om dus zeg maar een van die ultimate armors te maken van de turtle shells die we nou hebben. Dus ik ga heel eventjes kijken, want we hebben hier dus zeg maar, nou, hier zie je dan zeg maar het beetle armor.
En hier hebben we dan zeg maar de Turtle Armor. Nou, dat is al 12. 12 plus 24 is 36. Ik ken hem pas 2 maken, dus ik moet nog wel glorified. Maar dat doe ik mooi offscreen. Dat doe ik met een splank. En dan ga ik even kijken hoeveel dat ik te pakken kan krijgen. Dat zal niet te lang duren. Nou, ondertussen heb ik alleen maar staan te leuteren, hè. Oké, even kijken. Increase Arrow, die hebben we. Bullet Damage, ja, die wil ik hebben. En het mooie is, deze die houdt dus in mijn inventory. Dus nu hebben we dus zeg maar increased bullet damage. En doet onze Mega Shark dus 53 range damage per bullet die hij afvoert. Dat is insane. Dat is krank. Oh. En kun je nagaan als we stilstaan en we staan gewoon met de Mega Shark op iets te schieten met crystallized bullets. Nou, heb ik in de vorige aflevering ook gezegd dat we dus zeg maar de party bullets zouden gaan gebruiken. Ik ben het helemaal vergeten om het te doen. Dus wat ik van plan ben om te gaan doen, ik weet dat we nog een Plantera Bulb hebben onderaan. En ik moet nog een Plantera verslaan, dus ik denk dat ik eerst even met jullie meega naar de jungle om nog een Plantera eventjes te verslaan. Met een Solar Eclipse! Oh boy, oh boy, oh boy. Oké. We beginnen, nee. Change of plan, solar eclipse, jongens. Oh, mijn hemel. Ik heb hier geen blue candle staan. Oké. Oh boy. Snel. Ik moet. Oh boy. Party bullet! Ga weg, jullie. Ik heb een blue candle nodig, jongens. Ik heb een blue candle nodig. Potions. Heb ik een battle potion? Ja, ik heb een battle potion. Oké, blue candle. Blue candle, materialen. Ga weg. Blue candle, hebbes. Oké. Oh, oeps. Oepsie. Oké, we hebben onze eerste solar eclipse. Een solar eclipse kan verschillende wapens droppen. We kunnen de Dead Sickle krijgen. We kunnen de Batwings krijgen. We kunnen Broken Hero Swords kunnen we krijgen. Dat zijn allemaal items die we zeker nodig hebben. Een van de sterkste melee wapens in het spel. De Dead Sickle is ook een van mijn lievelingswapens zeg maar, die we dus zeg maar, te pakken kunnen krijgen. Dus wat ik ga doen is snel hier eventjes de Battle Potion plaatsen. Ik had een Shine Potion eigenlijk kunnen pakken. Battle Potion, zo. Nou ja, we staan hier best wel veel verlicht, dus... Oké, Nimbus Rot hier onderhouden. En met de Bam Netherranks gaan we gewoon naar beneden spammen. Dit gaan we doen! Kijken of we onze stuff kunnen krijgen. Mijn god, dat heeft lang geduurd voordat we eindelijk zoiets krijgen. Nou, ik zou echt heel erg blij konijntje zijn als we dus zeg maar een Dead Sickle te pakken kunnen krijgen. Oh, daar is een Broken Batwing. Oké, nice. Nou ja, eigenlijk... Oh, ho, oh, oh. Ho. Dat is een eng beest, dat ik, oh boy. Dat is dus zeg maar een... hoe heet zo'n ding nou? Eye laser geloof ik of zoiets. Die heeft 1000 health geloof ik. En die schiet dus hele sterke lasers op je af. En dan wil je gewoon echt niet te lang bij blijven. Oké, nou onze battle arena is dus eigenlijk ideaal voor dit soort dingen. Dus ja, ik zou eigenlijk een range wapen moeten gebruiken. Omdat ik mijn range armor aan heb. Maar ik heb dus geen 60 arrows bij me. Hoe lang duurt een battle potion? Best lang. Ik kan mijn Jester Arrows pakken. Zou ik daarvoor gewoon gaan? En gewoon swappen? Ik bedoel, dat lijkt me wel leuk. Oké, laten we het gewoon doen. Oké, nou eventjes. Oh. Niet slim. Help. Kom op, slaan. We gaan gewoon... Oh boy. Ik ga gewoon even proberen mijn Jester Arrows te pakken, jongens. Oké. Oh boy. Oh boy, dit gaat. Oké, ga heel even weg. Broken Hero Sword, we hebben er één! Oké, ammo. Ammo. Jester Arrows. Die. Zo. Oké. Oh boy. Mag ik heel even... Oh, ik heb weinig health. Ik heb heel weinig health. Doe maar even een Iron Skin Potion. En doe maar heel eventjes hem swappen. Mag ik hier al even een Nimbus rot tot ik hier al even veilig naar beneden kan? Oh boy. Jester Arrow, oh boy. Help. Al de damage. Oh, dit gaat leuk worden. Oké, nou op het moment dat ik dus zeg maar maar één vijand tegenkom, denk ik dat ik maar gewoon eventjes mijn pijl en boog niet gebruik. Want Jester Arrows zijn best wel handig. Oh boy. Oké, nou hier zijn we. Oké. Ik wil hier voor de zekerheid een Nimbus rotje. En dan gaan we nu eens even lol hebben. Komt u maar. Kom op. Wij willen een hele lading vijanden. Jij hoort daar beneden staan, ja? En jij gaat mij een Dead Sickle geven? Oh, dat gaat Doomy zo boos maken als ik hier een Dead Sickle op camera zou krijgen.
Oké, nou. Ja, we gaan even losmaken. All the damage. Frankenstein banner. Oké. Hallo Frankenstein. Oh, the damage is real. Oh mijn god, moet je kijken hoeveel damage dat we wel niet doen tegen de vijanden. We zijn compleet onzichtbaar en daardoor doen we dus nu gewoon... hoeveel schade doen we nu hiermee? 99. Plus nog eens een keer wat we zeg maar de arrow eigenlijk zou doen. Hoeveel doet een Jester arrow eigenlijk? 16. Dus dat is 115 en dan hebben we ook nog eens een keer critical strike chance. Oh, maar omdat wij het dus niet bewegen komen bijna geen vijanden. Oh... Ja, we willen wel vijanden hebben natuurlijk, dus ik moet wel bewegen. Dus, oké, nou, weet je waar? We gaan gewoon bewegen. Oh, ik wou niet... Nee, dat wou ik niet doen. Oh, dat was dom. Dat was echt dom. Oh, daar hebben we een eye laser, hoor. Gewoon blijven schieten, gewoon blijven schieten, gewoon blijven schieten. Hey, wil jij niet zo op mij schieten? Dank je. Ik mag alleen schieten. Ja, daar heb ik toestemming voor. Daar heb ik toestemming voor van de gebroeders toestemming. Weet ik veel. Dus even die minimap even weg, jongens. Oké. We hebben in totaal hebben 3 Broken Heroes swords nodig om dus zeg maar het sterkste wapen ooit te maken. Dus daar ben ik eigenlijk best wel blij omdat we nou eindelijk een solid... Ik hoop dat we de 3 te pakken kunnen krijgen. Weet je waar? Ik ga wel... Oh! Oh, dat zijn een hoop dudes. Dat zijn een heleboel dudes. Oké, nou ik ben er niet bang voor. Ik bedoel, ik ben nou ook even met een range approach bezig, dus waarom ook niet? Nog meer dudes? Hallo dudes. Doodles! Geef mij nou eens even wat extra Broken Hero soort, ja? Hallo. Nou, zoals je dus zeg maar ziet, de maan die is dus totaal verduisterd. En dat heeft dus zeg maar, dat is dus, ja, dit armor is zo niet fijn. Als je zeg maar onzichtbaar bent, dan zorgt het ervoor dat de vijanden niet spawnen. Dus dat kan eigenlijk best wel een issue zijn. Wat kan ik hier tegen doen? Wat kan ik hier het beste tegen doen? Ja, weet je waar, we dealen er gewoon maar mee. Dit is gewoon een solar eclipse met onze... Ik denk dat er nog wel wat meer zouden gaan gebeuren. Desnoods moet ik er een keertje op wachten of zo. Maakt niet echt zoveel uit. Maar ja... Het meest belangrijke is dus zeg maar dat we nou dus zeg maar een... ja, een Broken Hero soort te pakken gaan krijgen. Een paar meer, dus... het spant echt heel weinig. Oh boy. Oké. Dit gaat lekker. Oké, en weer terug naar de Jester. Hey, oh, auw. 40 damage, zo. Hallo, hé. Ik wou eigenlijk Plantera verslaan en eventjes wat farmen, maar blijkbaar... Blijkbaar is het dus zo dat het spel zegt van... Nee, nou gaan wij een event krijgen. Want ja, dit is dus zeg maar totaal niet gepland, hè. Het spel kiest gewoon voor je. Dus, oké, nou, Bert, jij bent zinloos. Kun jij een deadsicle? Ik wil een deadsicle, nee. Oh, dat is een eye laser. Oh boy. We gaan jou verslaan met confetti! En jullie ook! Voel de confetti! Oh, nog één. Oh boy. Waar ben je? Sterf! Oké. Weer een Frankenstein. We hebben al 2 Frankenstein banners! Kom op! Ik weet dat een Broken Hero zo... Oh ja. We weten het ondertussen wel. Zelfde player, je hebt problemen met banners. Dat weten we nou wel. Oké, nou, ik blijf gewoon even hier rondrennen. Ik hoor een mailgeluidje daar, dat is hartstikke gezellig. Maar ik zit op dit moment nog heel eventjes flink te battelen. Dus weinig dat we gaan kunnen doen. Dus, oh boy. Oké. Oké, nou, mag ik even een extra Broken Hero soort? Ik heb er echt meer nodig, jongens. En we zitten al over de helft van het evenement heen. Dus, oh, al de confetti. Hey, Broken Hero soort! Yes! We hebben er 2! We hebben er 2, nog maar eentje! Oh, geef me er nog eentje, alsjeblieft! Alsjeblieft, spel, geef me er nog eentje! Geef me er nog eentje! Oh boy, dat zou geweldig zijn als ik spel me er ook echt nog eentje wil geven. Oh, geef me er een, geef me er een, geef me er een, geef me er een. Heb jij mijn deadsicle? Deadsicle zou ook leuk zijn, maar ik heb liever een broken... Ik heb nog liever één. Ja, ik heb nog liever één. Ik heb liever nog één Broken Hero soort. Dan kunnen we namelijk de Terra Blade maken en dat zal mij zo'n blij konijntje maken. Oh boy, dat zou mij echt een heel blij konijntje maken. Oké, nou... ja. Wij blijven gewoon op en neer lopen. Geef een deadsicle. Nee? Oké. Ja, het zijn hele rare drops, dus op zich ben ik al heel erg blij dat we al 2 Broken Hero swords hebben. Een derde zal helemaal geweldig zijn. Zeker met de plek waar dat we naartoe moeten gaan.
Maar ja, dan hoop ik eigenlijk dus wel een beetje zeg maar, de Beetle Armor al te pakken te kunnen krijgen. Dus dan denk ik dat ik tussen deze aflevering en de volgende aflevering toch heel eventjes wat Glorified Mining moet gaan doen. Om er dus voor te zorgen dat we dus zeg maar alvast de Beetle Armor kunnen krijgen. Hallo. Oké, maar dat is alleen maar als we dus nog een Broken Hero soort te pakken krijgen. Oké, nou. Hallo. Vijandjes. Hallo. Oké, nou. Oh, hallo meneertje Eilezer. Ik blijf weer gewoon schieten. Gaat goed. Ben ik überhaupt wel iets aan het killen? Ben ik gewoon in de wilde weg aan het schieten? Hallo. Ja, jullie houden even mooie afstand. Ja, mooie afstand houden. Oké. Als ik dus zeg maar stilsta, dan val ik niet zo op. En daarom is de spawn rate best wel laag. Dus normaal gesproken word je echt geswarmd door enemies. En daar ben ik niet zo blij mee dat er weer zo'n gast staat. Oh boy. Jester Arrow. Oh boy, ik neem eigenlijk best wel veel schade nu. Oké, nou. Kom op. Wij willen een dead sick. Of wij willen de laatste Broken Hero soort. Kom op. Kom op, spel. Je hebt lang op je laten wachten om dit eindelijk te geven. Oh, weer zo'n... Oh, help. Oh, weer zo'n... Ga weg. Oh boy. Geef nog eens een Broken Hero soort spel, alsjeblieft. Geef het. Volgens mij worden die gedropt door die swambeestjes die we dus zeg maar de hele tijd zien. Deze ding hier. Oh boy. Zoveel confetti! Ja, confetti die spant van eigen. Dus is eigenlijk hetzelfde als dat er een vijand zeg maar zou droppen of zo. Uit elkaar zou spatten of zo, omdat je hem verslagen hebt. Of zo. Oké, geef me nog een Broken Hero soort. Iemand! Geef het! Geef! Heb jij het? Of jij misschien? Jij? Nee? Ik haat jullie. Ah, kom op. Je bent zo lief om er twee te geven. Geef er dan op zijn minst nog eentje. Geef er nou nog één. Oh, dat zijn heel veel doodles. Iets? Ik bedoel, ik heb al twee Frankenstein banners. Oh, hallo. Nee? Hier niks? Ah, kom op. Het evenement is bijna voorbij, jongens. Ik zag er iets. Is er mijn inventory vol of zo? Nee. Ah, dit is gewoon... Puin! Nou... ik zie de zon al niet meer, dus ik ben bang dat het evenement bijna voorbij is. Oh. Nou ja, we hebben toch twee Broken Hero soorts. Dus ik moet zeggen, dat is op zich goed hoor. Vergeet niet, het zijn rare drops. Dus op zich is daar niks mis mee. Oké, nou. Laten we hopen. We kunnen alleen nog maar hopen. We kunnen alleen nog maar hopen op een wonder. Oké. Het evenement is bijna voorbij. Hallo, ga dood. Hallo. Oké. Komen er nog wat doodles? Ik bedoel, de muziek speelt nog steeds. Heb jij een dead sickle? Nee? Of hoe dat ding ook heet. Ik noem het nou wel dead sickle. Maar volgens mij was het een dead sickle. Dat weet ik niet zeker. Een reaper of zo. Ik weet niet. Het is een soort van... het is zeg maar zo'n mes. Die zeg maar... die de dood zeg maar draagt. Zo'n... Hoe heet zo'n ding nou? Ik kan niet op mijn woorden komen. Zo erg is het. Oké, nou. Dudes. Spaal nog even in die laatste seconde. Kom op. De muziek speelt nog. Het kan nog steeds. Geloof. Just have faith. Believe. Met Joris Mask reference. You have met with a terrible fate, haven't you? Oh boy. Kan ik alsjeblieft spel. Nog maar eentje. Please. Of een dead sickle. Nee. Too bad, die doet me niks. Ik heb al een broken Batwing. Die ik nooit zou gebruiken omdat de Batwings niet zo goed zijn. Oh boy. Ga de keis weg. Tenzij dat je een dead sickle geeft, maar die geef je niet. Oh, hoe lang gaat het evenement nog door? Kom op. Geef iets. Nee. Heb jij hem? Broken Hero soort? Ik weet het, ik zit hier de hele tijd te schreeuwen om een Broken Hero soort. Maar echt serieus, dan kunnen we de sterkste melee wapen maken van het hele spel! Nou ja, niet echt. Bijna. Nou ja, wat je zelf zou kunnen maken. Ik bedoel, je hebt nog een enemy drops en alles, dus... Weet je waar? Hier. Ik doe het wel zo. Oh, dat wou ik zo niet doen. Ik verlaag mijn defense voor jullie, zodat jullie meer kunnen spawnen.
Zie, ik word nou niet onzichtbaar. Speciaal voor jullie. Schroomite Headgear. Ja, die heb ik ongeluk laten vallen. Speciaal voor jullie. Ik verlaag mijn defense. Ik wil die laatste Broken Hero soort hebben. Please. Please. Au. Dat is niet lief, hè? Dat is niet lief, hè? Ik sta hier op een afstand met zonder helm. Met zonder helm. Echt goed Nederlands. Sta ik hier. En dan ga je een laser op me schieten. Dat is niet aardig. Jongens. Ik sta nog een battle dinges. Jullie horen als een gek te spannen nu. Alsjeblieft. Please game. Oh boy. En het is afgelopen. Jij gaat hem droppen, jij gaat hem droppen. Oh, dat zou zo mooi zijn geweest. Dus hij moet ik echt zo droppen. Oké, nou, helaas. Waar is mijn... Even kijken, want ik heb hem wel opgepakt. Ik zie er hier eentje en... En nog een Reaper! Geef jij de Dead Sickle? Nee. Oh. Ik ben teleurgesteld. Oké, nou, wat hebben we allemaal gekregen? Eerst even kijken. We hebben 2 Frankenstein banners, waarvan dus we er een gaan verkopen. Maar we hebben wel 2 Hero Blades te pakken gekregen. Of ja, Hero Blades. Broken Hero Swords, die zeker handig zijn. Dus, ondanks dat we er maar 2 hebben, we hebben nog een 3e nodig. Maar dat komt dan later wel. Oh, jongens toch. Dus, even kijken. 2 van die banners hebben we te pakken gekregen. Nou, dat gaan we gewoon hier weer verder even ophangen. Kan dat hier? Nee, dat gaan we gewoon... Nee, kan dat hier ook niet? Kan ik hem hier niet plaatsen? Mag ik hem hier nergens plaatsen? Oh, daar mag ik plaatsen. Oké. Nou, deze die doen we dan verkopen. Maar ik ga heel eventjes langs ons huis. Want weten jullie nog dat wij nog de... waarom heb ik hier die mushrooms in godsnaam eigenlijk staan? Weten jullie nog onze Night's Hedge? Die wil ik... Nee, ik wil niet de merken Shark kwijt. Oké, we hebben dus zeg maar de Night's Hedge. En... Als ik naar onze anvil toe ga... Dan zien wij... 2 nieuwe zwaarden ertussen staan. De True Knight's Edge en de True Excalibur. De Excalibur, zeg maar, als je die combineert met een Broken Hero Sword, dan krijg je de True Excalibur. Als je de Knight's Edge combineert met de Broken Hero Sword, krijg je de True Knight's Edge. We kunnen ze allebei maken. Nou, deze, dat is een Dangerous. 5% extra damage, 91. Oké, en wat doet onze Excalibur? Die is gewoon True. True Excalibur. Nou, het leuke is, op het moment dat we dus zeg maar de True Excalibur zouden gebruiken, op dit moment, dan schiet hij dus zeg maar stralen. Hartstikke leuk. Maar de True Knight's Edge daarentegen, die schiet swingende groene zwaarden. Dus ik zou zelf persoonlijk gaan voor de True Knight's Edge. Maar als we dus nou nog een Broken Hero Sword hadden gehad, dan konden we die 2 ook nog eens een keer combineren met elkaar. En hadden we dus zeg maar de Terra Blade al te pakken gehad. Helaas is dat niet het geval. Nou, ik hang deze dan maar heel eventjes nog hier op. Zoals ik al zei, de armors die houden we heel even... Oh, we hebben ook een Vampire Banner. Oeh, dat heb ik niet gezien. Woehoe. Daar ben ik wel blij om. Oké, nou. We gaan gewoon verder met banners ophangen. Moet je kijken hoeveel banners dat we wel niet hebben. Als dit een banner hoorde, Let's Play zou zijn... Dan zou dat gewoon geweldig zijn geweest. Maar goed. Wat ik dus ga doen is... Ik ga offscreen, kijk nog heel eventjes zeg maar even richting de jungle. Om dus... Wat Shroomite nog heel eventjes te verzamelen. Wanneer dat ik die farm ga maken, dat komt wel later in een aflevering. Maar natuurlijk is het ook weer heel erg tijd voor iets heel belangrijks. Namelijk de comment van aflevering. Volgens mij 25 of 26. Niet zo ver weg. Niet zo'n single... nee, niet zo'n afstand, jongen. Ik denk dat ik de volgende rits gewoon hieronder ook nog ga plaatsen. Want ik weet niet. Ik vind dat wel leuk als dat echt alleen als wapenhuis te maken. Ik bedoel... Iedereen hoort bij elkaar te zijn. Jullie zijn één grote community. Jullie zijn geweldig. Dus ik vind dat jullie allemaal in hetzelfde huis horen. Oké, wel even kijken. Dit was aflevering 24 van Sebastian Koning. Dus ik had het goed. Aflevering episode... Edit. Episode 25. En geef me even een seconde. Dan pak ik de reactie er even bij. Oké, de comment die staat erbij. En die komt van Jack Hovland. En Jack Hovland had geschreven... Ik speel Terraria op mijn tablet, maar het is op een tablet heel, heel moeilijk. Fiverr en CP20, jullie zijn goed in Terraria. Fiverr, je doet het heel goed. Ik ben fan van jullie.
Nou, dankjewel Jack. Heel erg bedankt voor deze gezellige comment en geweldige comment. En op een tablet lijkt me het inderdaad extreem moeilijk. Ik speel zelf op de PC. Ik heb er al vragen over gehad. Ik dacht dat het al duidelijk was, omdat ik dat had gezegd in aflevering 1. Maar maakt niet uit. Ik speel zelf op de PC via Steam. En ik moet er niet aan denken om dit spel inderdaad met een touchscreen te doen. Dus Jack, serieuze complimenten dat je dat voor elkaar krijgt. Ik heb al moeite met de gewone PC-versie op sommige momenten. Voornamelijk met luck en alles. Maar dat maakt niet uit. Dus heel erg bedankt voor deze gezellige reactie. Voor de rest, heb je nog vragen? Wil je iets weten? Heb je een leuk zo'n momentje? Laat het weten in de reacties als je daar de tijd voor hebt. Laat een like achter onze Awesome Fiver als je daar de tijd voor hebt. En ik hoop jullie morgen natuurlijk allemaal te zien in de volgende aflevering. Dan gaan we dus hopelijk dat farmen doen, Plantera. Hopelijk de hoeveelbord maken en misschien zelfs al de Turtle Armor. We zullen het zien, dus ik zie jullie morgen. Bedankt voor het kijken en tot dan. Doei!